Hallo kijkers, door het kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag spelen we Rode Duivels tegen Marokko. Ik ga nu al even een kleine voorspelling doen met spel FIFA om te zien hoe de wedstrijd zal lopen. Ik wou de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada ook doen. Alleen ja, ik had niet echt genoeg tijd daarvoor nog, dus die wedstrijd heb ik even overgeslagen. Maar ja, we gaan nu de wedstrijd doen tegen Marokko. Ja, de wedstrijd van Marokko heb ik niet echt genoeg gevolgd, de eerste wedstrijd. En ze kunnen wel een heel erg goed elftal opstellen, dus het kan nog heel erg moeilijk worden voor de Belgen. Ziyech is toch wel de sterspeler van Marokko en ja, voor onze Belgen zijn natuurlijk De Bruyne. Ja, laat even weten in de reacties wie jullie favoriete Rode Duivel is. Oké, we gaan meteen beginnen bij de wedstrijd, dus Marokko mag beginnen. Oké, de Belgen doen een aanval. Lukaku, ja, hij wordt gestopt. En nu kan Marokko in aanval gaan. Oh, ze komen nu. Ziyech gaat hij scoren. Ja, de Belgen onderscheppen nu. En de eerste kans is voor Marokko. En Courtois moet al meteen redden. Hier nog een kans voor hun. En weer een save. Marokko begint goed aan de wedstrijd. Ze hebben hun eerste hoekschop nu. Deze bal was simpel voor Courtois. Dan weer de bal op Lukaku. En misschien nu een kans voor de Belgen. Lukaku van een afstandje. En ja, de Belgen gaan nu ook een hoekschop krijgen. Carrasco gaat hem nemen. Oeh, Hazard nog steeds aan de bal. En weggewerkt. Oeh, De Bruyne misschien. Ah, jammer. Koen, weer Lukaku en een schot van afstand. De Rode Duivels beginnen eindelijk een beetje in de wedstrijd te komen. Hier de Rode Duivels weer aan de bal. De Bruyne en weer een mooie redding. Hier is er nog even herhaling. Lukaku aan de bal en weer een redding. Dit zal waarschijnlijk de laatste hoekschop zijn voor de rust. Ja, nu gaan we rusten. De spelers zijn klaar voor de tweede helft. Ik hoop dat we in de tweede helft toch wel één goal zullen zien. Oeh, Lukaku. Ah, ja, hij had misschien eens dichter moeten komen of moeten passen. Oeh, Tielemans. En weer een redding. Ja, hier hebben we dan de eerste wissel. Van Aken gaat erop komen. Ik ben benieuwd wat de speler van Brugge zal doen. Ah, die ging buitenspel of net niet. Oeh. Ja, omdat die voorzet bij niemand aankwam. Misschien, ja, als de Belgen het niet afmaken, kunnen zij het misschien wel scoren. Weer Carrasco. Weer een voorzet. En De Bruyne trapt hem binnen. En uiteindelijk een doelpunt in deze wedstrijd. Assist komt van Carrasco. De Belgen veroveren weer de bal. Oh, mooi gedaan van Lukaku. Alleen ja, nu is de bal weer voor Marokko en misschien is dat gaan zij nu eens scoren. Dan is het weer gelijk. En dan kunnen ze misschien nu doen, gaan ze scoren. Ah, Courtois redt hem nog. En Mertens gaat erop komen. Hier hebben we Mertens. Hij speelt nu tegenwoordig voor Galatasaray. Maar hij is een echte legend in Napels. Hier Lukaku. Ja, jammer dat die bal van De Bruyne naar Lukaku niet meer tot Lukaku kwam. Maar nu is het de beurt voor Marokko. En, ja, nee. En de wedstrijd is bijna afgelopen. Ja, nu komt Marokko weer gevaarlijk dichtbij. Hier Carrasco. En hij haalt er nog een hoekschop uit. En dan zal, na die hoekschop zal de wedstrijd gedaan worden. Nog een heel late wissel, De Donker komt er nog op. En zo is de wedstrijd afgelopen. 1-0. Ik denk dat dit wel, ja, ook misschien zal kunnen met de echte wedstrijd. Alleen, ja, dit is een wedstrijd die een beetje alle kanten op kan opgaan. En ik denk dat De Bruyne hier man van de wedstrijd gaat worden. Ja, De Bruyne is dan man van de wedstrijd geworden. En ja, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video. Ja, nu zullen er waarschijnlijk veel ja, van die WK-video's komen. Dus tot de volgende. Doei doei.